Mark, morgen de wedstrijd tegen VVV. Afgelopen wedstrijd uh, tegen Emmen, zondag, had je het gevoel dat er meer te halen was. Zeker aan de bal. Uh, heb je dat na de analyse nog steeds? Ja, zeker weten. Uh, we hebben natuurlijk die wedstrijd ook uh, terug geanalyseerd. En. Um... Ja goed, we hebben dat gewoon in balbezit niet goed genoeg gedaan. Er lag een plan wat we van tevoren hadden gemaakt en uh, dat plan was hartstikke duidelijk. Um, alleen dat plan hebben wij als spelers gewoon niet goed genoeg uitgevoerd. We hadden aan de rechterkant elke keer een man vrij. En elke keer als we daar kwamen dan speelden we hem terug of dan was de aanname niet goed of het vervolg niet goed. Dus ik denk dat we daarin ook vooral als spelersgroep heel kritisch moeten kijken naar onszelf en niet, uh, en niet uh, schuld schuiven bij de trainers, want dat was in dit geval absoluut niet zo. Dus. Uh, dus ja, geanalyseerd, weer aan gewerkt. Weer een nieuw plan gemaakt richting VVV. En uh, hopen dat we dat morgen beter gaan doen. en Daar uh, heb ik alle vertrouwen in. Gewoon even eerlijk zijn. Afgelopen zondag was een slechte wedstrijd van onze kant. Tegen een goed Emmen. Ook de complimenten daarvoor. Je moet altijd rechtuit zijn. Dat uh, was niet goed, was niks aan. Ja, we hebben één keer eerder gehad dit seizoen. Dat was tegen, uh, tegen Dordrecht. Dat we ook zo'n helft hadden. Ja, dat is zonde. De overige wedstrijd moet je gewoon winnen. Hè? Dat hebben we hebben niet gedaan. Hè? En, en, uh, maar dat neem ik niemand van mijn jongens kwalijk hoor. Uh, alleen dit gevoel blijft natuurlijk wel even hangen in zo'n vol stadion. Hè? En, en, uh, op een gegeven moment ben je machteloos. Ja, dan breng je ook Jonathan uh, breng je in. Ja, dan valt hij eigenlijk in één minuut en kan hij zien: oeh, dit kan eigenlijk niet. Hè? Dus dat was echt zonde. Uh, dat is maar een voorbeeldje. En, uh, maar klaar, het moet anders, hè? duidelijk. Aan de ene kant ben je natuurlijk ook op zoek naar vastigheid uh, als trainer, maar geeft deze wedstrijd ook weer reden om te veranderen? Nou, we moeten wel veranderen, want we hebben steeds uh, jongens die niet topfit zijn. Uh, en het vergt nu ook wat anders. Hè. Uh, t, kijk, we hebben ook een beleid ingezet met, met jonge jongens. Nou, daar sta ik voor. Dat is geen probleem, dat is vanuit de club ook. Uh, maar, maar het vergt nu wel wat anders. Er wordt nu wat anders gevraagd. Hè. Want anders dan, ja, dan heb ik zelf een probleem. Dus we moeten uh, een resultaat halen. He, en en uh, daar heb je misschien wel wat anders voor nodig. En wat is daar uh, voor nodig? Waar kies je voor? Nou, we kiezen voor meer, meer ervaring. He, die, die weten hoe het hoort. He, zoals op één kant vastzetten, dan moet je over de andere kant. Maar ook uh, het coachen van druk zetten. Maar uh, gewoon leven erin. He, weten hoe we wedstrijden winnen. En uh, dat neem ik die jonge jongens nogmaals niemand, niets kwalijk hoor. He, uh, moest kijken hoe Benjamin hè, van mij vier keer gele kaart op hem, hoe die zich ontwikkelt. He, die wordt er neergeslagen. Maar we moeten eigenlijk trots zijn dat hij getackled wordt. Uh, 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 Tyreek Messera in de picture uh, van andere clubs. Uh, het is jammer dat, uh, dat Matthias Narty niet helemaal fit nog was. Die, die, die staat ook in de picture bij andere clubs. Dus, dus die jonge jongens die ontwikkelen echt zich. Alleen ja, dat gaat wel met vallen en opstaan. De ene week is, is hartstikke goed, de andere week is wat moeilijker. Maar dat zeg ik de hele tijd al. Ik heb er nooit over gelogen. over Daar spelen we, daar spelen we. Wachten, wachten. Eerst maar, eerst maar de boel aan de gang krijgen. En dan, uh, dan gaan we straks mooi klimmen. De trainer kiest nu ook iets meer voor ervaren jongens uh, op het veld. Kun jij dat begrijpen? Jazeker. Um... Kijk, ik denk dat wel op, 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 zeker op die cruciale posities hè, waar ervaren jongens spelen. Nou, ik noem mezelf nu ook even een ervaren jongen natuurlijk. Maar uh, als je bijvoorbeeld een Kief de en de Leeuw hebt, uh, wat ook gewoon hele ervaren jongens zijn. En die gewoon weten, weten hoe het werkt en, uh, en gewoon ook nog eens die kwaliteiten hebben. Dus uh, ja, ik snap dat en uh, ik denk dat de rest van de selectie dat ook begrijpt. Uh, ja, in die zin is het natuurlijk, uh, ja, zit er natuurlijk druk op, dat voelt iedereen. Um, en moeten we daar zo goed mogelijk mee omgaan. En, uh, ja, ik denk dat we klaar zijn van morgen. Uh, kijk, we moeten niet vergeten dat we de afgelopen wedstrijd natuurlijk door de ondergrens zijn gegaan als team. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan. Maar daarvoor hebben we wel een paar denk ik, prima wedstrijden gespeeld. En ik denk als je dit seizoen overal kijkt, dat we gewoon ook uh, veel meer punten hadden moeten hebben. En dat we zeker als je naar de kansverhouding kijkt, dat we veel meer, veel meer hadden kunnen scoren. Nou, ik ben er nu zelf een paar wedstrijdjes bij dan, maar volgens mij was daarvoor dat ook het geval. Die wedstrijden die ik gezien had, hadden we, had, je, had je misschien ook al wel negen punten moeten hebben. Nou, je had nu gewoon normaal gesproken ergens vijfde, zesde, zevende gestaan. Dus uh, dat is natuurlijk niet zo. En ik snap ook dat daar de mensen rondom de club, ook zeker supporters, zeggen: Ja, een mooi verhaal. Maar dat is niet zo. Maar dat moet je natuurlijk wel meenemen in oogschouw, denk ik. Dat, uh, dat er echt niet zo slecht voetbal wordt op afgelopen zondag na. Um, dus dat we heel veel goede dingen doen. Alleen dat dat laatste stukje er nog even bij moet. Nou, uh, en daar werken we hard aan. Het zal morgen niet de mooiste wedstrijd worden, weet ik nu al. Ja, omdat het komt ook even door de situatie waar je in zit. Het kan wel gaan lopen als we scoren en, en de boel aan de gang krijgen. Dan, dan, dan gaat het wel lopen. En dan weten die jongens precies hoe, hoe dat moet. Ja. En je zei ook al, van Emmen die pakte zeven gele kaarten. Wij pakken er aan het einde een voor een zuchtje in de rug van iemand. Notabene de jongste speler op het veld. Heb je ze dat ook geïnstrueerd? Dat er ook wel weer wat meer mag gebeuren? Ja, alleen dan moet je wel voorzichtig zijn, want bij ons is het dan vaak rood hè, als je over de bal gaat. Dus je, maar je moet gewoon de wels winnen. En daar begint het mee. En niet bang zijn. Het was net was er een bepaalde angst. De eerste kwartier ging goed, de 20 minuten. En natuurlijk, Emmen is een goede ploeg. Dus je, staat niets, je wint niet zomaar van Emmen. Uh, en, dan, en dan komen we achter en dan valt het eigenlijk wat weg. He, en, en dan is het de hardheid. He, moet je eigenlijk hebben. Nou, dat zag je ook maar de 2-1. Alles is er klaar. En ik denk, nou, dan gaan we de tweede helft. En dan is 3-1. En dan krijg je zo'n tik. Nou, en dan krijg je druk. He, en die druk hoort ook bij ons. We hebben een prachtig stadion met 14.000 fantastische supporters. Uh, ja, dat voel je. En dan, gaan we, dan, gaan we, dan gingen we ten onder. Maar daar leren we ook van, daar worden we ook hard van. Je noemde net ook de, de fitheid van de spelers. Uh, eind van de wedstrijd dan breng je ook weer Afolabi in, omdat je hoopt dat hij nog wat kan bewerkstelligen. Maar nu kan hij niet spelen. Um, die, is, die is gewoon echt niet fit. Ja, ik kreeg ook de vraag hè, van, mijn, uh, van mensen in de club. Uh, je was rustig de laatste uh, 20 minuten. Ja, maar we brengen Afolabi in, alleen na twee minuten of één minuut. Ja, kan die jongen eigenlijk niet voluit gaan? Dus dan breek je bij de hand om af. En, en dan kan hij, dat, dat is wat het is. Laat me het zo zeggen. Die moeten we nu zien fit te krijgen voordat we hem eigenlijk weer inbrengen. En dus uh, staat Remco Balk uh, in de spits. Iets wat hij ook wel vaker heeft gedaan. Uh, en dat kan hij? Ja, dat heeft hij vorig jaar tegen van mij, was Vitesse. En in Groningen tijd. Kijk, Michael de Leeuw vanuit het middenveld. dat, dat, dat voetbalt mooier, makkelijker. Die regelt dingen. En, en uh, 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 Balki is, is een loper. Hè? Op de zijkant heeft hij best last. Maar in de, als je met een neus naar de goal kan, ja, dan wordt hij, wordt hij echt vervelend. Hè? En ik denk dat, dat, dat wij denken dat dat goed uit kan pakken. Ik voel de honger van iedereen. En iedereen wil het echt, echt, echt laten zien. Dus uh, ja, ik hoop dat we morgen, morgen dat kunnen laten zien. En dat, uh, ja, dat die strijd en passie erin zit. Maar ook een stukje goed voetbal. Want uiteindelijk is dat ook iets waar je echt wedstrijden mee wint, denk ik. En, uh, maar met die strijd en passie moeten we beginnen.